Menigeen die in de binnenlanden van Afrika woont, zal misschien wel eens willen weten hoe de gebeurtenissen van 30 april in Amsterdam zijn overgekomen op een bewoner van die stad. Dat zal ik u vertellen. Wij wonen in het centrum en onze ramen kijken uit op de magere brug. We hebben radio en televisie, alleen onze antenne is kapot. We hebben wel een huisantenne, maar daar zie je niet veel mee. Dus voor de buis zitten en alles zien, dat kan niet. We zouden het bovendien toch niet gedaan hebben, omdat zon- en feestdagen bij ons thuis de dagen zijn dat de telefoon stilstaat en er gewerkt kan worden. Bleef over de radio. Het was bekend dat de omroepvereniging FARA samen met Radio Stad een reportage zou maken van de pogingen om de inhuldiging van koningin Beatrix te verstoren. Maar we hadden geen van tweeën zin om naar Radio Stad te luisteren. Als je oud en reactionair bent, ergert zo'n uitzending je te veel. Het ergert je zelfs nog meer dan het oranjegezwijmel dat je vroeger op dit soort dagen door de radio hoorde. Even kruiperig, even dom en even voorspelbaar. Bleef dus over het officiële verslag dat we af en toe aanzetten en waar u waarschijnlijk dezelfde stukjes uit gehoord hebt als wij. Het verschil tussen u en ons was dat wij de hele dag een helikopter boven ons hoofd hadden. Ik kan u verzekeren dat dat erg vervelend is. Je krijgt er een kregelgevoel van. Bij sommige Amsterdammers richtte die kregelheid zich tegen de koningin, tegen de inhuldiging, tegen burgemeester Polak en tegen de mobiele eenheid. Bij mij, bekrompen reactionair, richtte zich die kregelheid vooral tegen Radio Stad, tegen de Vara, tegen de krakers en tegen de demonstranten. Verder hoorden we enig lawaai dat uit de richting van de Blauwbrug kwam een steenworp afstands van ons huis maar zien konden we niks. Behalve de waterkanonnen van de politie die zich aan de overkant van de Amstel langs Carré naar het strijdtoneel repte. Ook hoorden we ontploffingen waarvan we later begrepen dat het traangasgranaten waren. Het hoogtepunt van de dag was voor ons het moment dat er een aantal donkergekleurde getraliede autobusjes vlak voor onze deur stopten. Daar kwamen een stuk of vijftig leden van de mobiele eenheid uit. Ze zagen er prachtig uit: donkere uniformen zonder enige franje, grote bromfietshelmen met vizier. In de linkerhand een schild en in de rechterhand iets wat geloof ik een lange lat heet. Ze zetten aan twee kanten de magere brug af. We keken uit het raam en we dachten, nu zullen we dan eindelijk zelf eens kunnen zien hoe voor- en tegenstanders van de monarchie elkaar te lijf gaan. Ik overwoog nog even of ik onze auto, die op 20 meter van de frontlinie stond, een paar grachten verder zou neerzetten, maar je moet in zulke gevallen het noodlot niet tarten, vind ik. Als het het lot van die auto is om door tegenstanders van de milieuvervuiling in brand gestoken te worden, dan wordt die toch wel in brand gestoken, al breng ik hem helemaal naar de Apollo-laan. Enfin, aan beide kanten van de Magere Brug stond dus die mobiele eenheid opgesteld. Voorbijgangers bleven nieuwsgierig staan. En ook reden de personen op motorfietsen af en aan, die met één hand hun voertuig bestuurden en met de andere hand een radioontvanger tegen hun oor hielden. Luisterend begrepen we naar de politieradio en naar de aanwijzingen van Radio Stad die de liefhebbers erop wees waar je met stenen kon gooien. Maar bij de magere brug werd niet gevochten. De verdedigers van de openbare orde sprongen op een gegeven moment weer in die autobusjes en verdwenen uit ons gezichtsveld. U hoeft dus in Midden-Afrika niet te denken dat u minder van de troebelen in Amsterdam gehoord en gezien hebt dan iemand die midden in de stad woont. Misschien kan dat een troost zijn.